een nieuwe vlog van Familie Lekker. Wij zijn in de auto. Zoals je misschien de vorige vlog al hebt gehoord, gaan wij naar Preston Palace. Daar zijn we nu ook naartoe aan het rijden. De kinderen die slapen allebei achterin. Daar ligt de een met zijn knuffeltje. En daar ligt de ander. Ik was gisteren dus jarig, 11 november. Oh ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Wij hebben nog niet gefeliciteerd. Nee. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dus wij gaan voor mijn verjaardag, voor mijn verjaardag, ik zei het is misschien wel leuk om even lekker eruit te gaan. Gaan we dus naar Preston Palace. Mijn moeder en broertje komen ook mee. Heb jij er zin in? Jazeker. 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 Zeker. Zometeen lekker eten. Ja, het is wat ik zei ook in de vorige vlog, het is all inclusive formule. Ik kan lekker eten, lekker drinken. Dus ik hoop dat het lekker is. Nou, we zijn er. We hebben nog niet eerder gevlogd, want het is ijskoud buiten. We komen echt letterlijk net de kamer binnen. En het is een super ruime kamer. Hè? Kijk, we hebben een stapelbed. Ik wil mee. Oh, en kijk, is een cadeautje voor jullie. Nou. Hoezo nou? Dat is toch leuk? Hé, hey, een bakje voor je fruit thuis. Ik wil voor Eli ook een pakje. En wat heb je nog meer? Oh, een slabbertje. Ja. Even de pet testen. Eten. Lekker. Ja, alleen ik even. Oh, sorry. Kom je bij, Laura? Ligt goed. 1, 2. Welk bedje ga jij pakken? Bij jullie. Bij ons? Ja. Je hebt een stapelbed. Je mag boven, je mag onder, je mag in een babybed. Maar waar wil jij slapen? Onder jullie. Bij papa en mama. Hè? Ja, dat is ook wel het lekkerste. Zo, we zitten al even in de kamer, maar het wordt maar niet warm, hè. Dus Esther heeft een andere verwarming gevonden. Oh, het is zo koud, hè. Jij ook? Volgens mij hebben ze de ramen open laten staan, hè. Ja, iedereen vindt het ook lekker? Lekker? Maar het is ook warm. Oh, heerlijk dit. Nou, de koffer. Dit is dus voor ons viertjes. 2 nachtjes. Het is echt een grote koffer. En ik heb hier nog een tas, verzorgingsspullen, nog een tas met elektronica, laptop en dergelijke. En waar is jouw minion tas? Die is al uitgepakt, dus andere tas ligt daar. We zullen kleding niet tekort komen, hè? Nou, in ieder geval genoeg boxshorts voor het zwemmen. Ja. En als ik in mijn broek ga schijten. Oh ja, de kermis, hè? Hier ook. Misschien met jezelf bang, hè? Ja, ja. Het is nu... bijna 4:15 en wij kunnen vanaf 5:30 eten. We hebben al honger, dus we hebben net al een zak chips opgegeten. Gelukkig had ik er eentje meegenomen, want we hebben echt trek. Zo, gaan we lekker? Huh? Oh. Oh, oh. Even een rondje lopen, straks lekker eten. Huh? Even kijken wat ze allemaal hebben. Hier is de kroeg. Oh, dat is de kroegentocht. Busje! Wow! Papa is er! Papa is er! Nou, het eerste wat we gaan doen is natuurlijk eten. Hè? Wat heb jij? Pannenkoeken. Pannenkoeken, hè? Is lekker? Ja. Lekker zwullen, hè? Lekker eten, hè? Lekker met je handjes, hè? Nou, het avondeten dat begint om 5:30 nu eigenlijk. Maar we hebben zo'n honger, maar je kan hier allemaal tussendoor wat hapjes ook eten. Dus we hebben alvast wat eten besteld. Hè, papa? Lekker? Wat heb jij allemaal? Is goed. Allemaal vlees, hè? Patatjes, pannenkoek. Dus we hebben ons eigenlijk al best wel vol gegeten. Lekker? Is het lekker? Wat heb je allemaal gezien, schat? Hè? Oh, kijk hier, Minion. Def. Papa gaat ook. Kijk, kijk. Ah, jammer. Ja, daar is je prijs. Hey, als we Ilan nou daarin stoppen. Zo is ook nog een groot gat ook, hè? Stop bij hem erin, gooit hij alles eruit. Ja. Nee, ik weet niet. Je kan ook nergens geld in gooien. Oh, je hebt wel zo dit, maar... I don't know. Op een glijbaan. Wie weet wat dit is, ja. Ik weet het. Dat zeg ik net, een glijbaan. Ik ja. Hou!
zo. Gezondheid, dankjewel. Ja. We hebben genoeg douche vandaag. Ik moet de beer. Mama. Oh, de bejaardenclub is hier, schat. Nou, dan kan je zo je moeder dumpen. Ja, nou oma, jij zit straks daar. Hè? Je is toch echt een baby? Ja, hij is in slaap gevallen. Zie je? Hij is aan het werk, hij slaapt eventjes. Hij wordt straks wakker. Hij wordt straks wakker, ja. Oké. Hij wacht tot hij wakker wordt. Is goed, dan gaan wij even verder, ja? Zo, zijn we de kermis. Zo, wat een... Even. Daarboven hebben we botsauto's volgens mij. Woe! Kijk gas, dan! Gas. Kom mama! Kom op! Derde! Oh yeah! Oh yeah! Nou, we gaan lekker ijsje maken. Oh, lekker ijsje! Yay! Lekker? Ile, lekker? Oh! Wow, mama zit hier gewoon in. Moet je zien. Wat een gek huisje. Ik zou het tegen die durven. Zit er gewoon in. Ile, word je zo misselijk of niet? Oh nee, ze staat daar. Maar kijk dit, joh. Komt op zijn kop. Op te nemen. Ik ga even 2 seconden weg. Dan heb jij iets geplunderd? Nee. Heb je allemaal gewonnen? Gefeliciteerd. Ik denk die zijn lekker aan het schieten. Die komen zo wat. Wint hij allemaal loodjes? Nou, goed gedaan, hè? Ronde 2. Derra, je mag 6 keer doen, hè? Dus wat heb je gedaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je hebt te veel gedaan, hè? Debran, je hebt te veel getrokken. Waarom doe je dat? En nu? Hallo! Mevrouw zei 6, hè? Dan moest je allemaal pakken. Kleine boef. En dat is oranje. Je hebt 3 kleurtjes, Debbie. Goed zo. Dankjewel. Wie wil daar lekker snoepje? Oh no. Kom maar. Papa helpt wel even een handje. Kijk eens even wat je wil. Kom niet. Kijk, dat is natuurlijk. Zo lekker! Weet je wat grappig is? Jij duwt dat ding en dan gaat hij wat winnen. Ondertussen komt er gewoon een medewerker. Zijn stopbakje ook. Ik denk hij gaat wat zeggen tegen jou omdat jij dat ding aan het duwen bent, maar hij vult gewoon. Hij kwam eruit, ik deed zo. Dus nu heeft Debran 6 lollies of zo gewonnen. Debran, jouw hoekje, kijk. Ik wil zelf even doen. Jezelf doen. Wat ga jij eten, Debra? Oh, lekker. Een lolly die heb gewonnen en poffertjes. Dat wordt sowieso alleen snoep eten deze dagen.
Ik heb niet zo heel veel, we hebben natuurlijk net gegeten. Zalm met wat aardappelsalade, carpaccio, biefstuk, lumpia, aardappel, kipfrikandel en wat patatjes, yoghurt, appeltje. En je hebt weer van alles bij elkaar. Het is dit met zalm, denk ik, hè? Ik denk het wel. Biefstuk, olijven, kip. Wat ben je aan het eten nou weer? Hè? Een soepstengel met sapje. Even serieus. Echt waar, joh. Jij en die combinaties. Lekker? Lekker? Heb je geen toetje? Ik heb net een rust, maar voor het eten lastig. Zullen we samen even eten? Huh? Wat heb ik? Ik heb... Oh, wacht. Ik heb opgeklopte slagroom, appeltaart, fruit en een chocolademousse. En die chocolaatjes moest ik voor Devran pakken. Oh, en een thee. En een klein kind. Ja, lekker joh. Uit. Uit. Pico! Nee! Hoofdact van vanavond. Sarah. Ik kom met mijn zelfruimen. Hey. Buikje goed gevuld, dan gaan we spelen. Het moment waarop we hebben gewacht. We mogen weer. Zo, dit is vet. Oké, ik ben aan de beurt, jongens. Oh, dit is echt leuk. Oh yeah. Kom, ga maar in. No camera. Oké, ben je klaar voor? Wachten. Kom maar. Volgende. Ronde 5. Ronde 48. Ronde 48.
heftig. Nee, late night dinner. Lekker. Lekker snacken, schatje. Huh? Pittig. Beetje pittige kip, hè? Ja, yeah. Niet voor jou geschikt, hè? Nee. Nee. Heeft hij vuur aangestoken? Ja. Wauw, is heet, hè? Goed uitkijken, hè? Alleen kijken. Zo, wij liggen lekker in bed. Hè? Huh? Ja. We hebben net nog even lekker gedoucht. Het is laat geworden, want het is nu 11:30. En Eli is net in slaap gevallen. Die ligt naast ons in bed. Met een knuffeltje. Te slapen met een knuffeltje. Nou, wat ik wou zeggen, wij gaan lekker slapen. En spelen. We gaan morgen lekker spelen. Ja, we zwemmen. Ja, we gaan morgen lekker naar het zwembad toe. Ja. Moet jij wel gaan slapen nu? Ja, zo spelen. Doei. Doei, doei, tot morgen.